Mooi! In anderhalf uur tijd leren de Alphense hockeyers de fijne kneepjes van het vak van hun hockeyhelden. Ja, ik vind het wel heel gaaf. Supercool. Ik vind het ook echt heel leuk dat we daar de training van krijgen. En ik ga straks ook nog een handtekening vragen van allemaal. Mijn oom van Nas vind ik ook, vond ik altijd van mijn voorbeeld. Dus ja, ik vind het wel leuk dat ze er zijn. Oh, wacht even. En die Naomi van As, tot voor kort nog speelster van het Nederlands team, wordt zelf ook blij van dit soort clinics. Ja, dat is elke keer weer leuk. Het zijn natuurlijk elke keer andere kinderen. En ja, hè? Ja. Nee, het is echt leuk. En het is gewoon vooral ook heel veel plezier. Dat zeg ik ook vaak tegen de kinderen zelf, weet je. Hockey is leuk. Zolang je het zelf ook echt leuk vindt. Maar leren de kinderen er ook echt iets van? Ja, heel veel. We leren heel veel trucjes en hoe we panda's moeten maken en hoe we goed op goal moeten slaan. Nou, je leert slijdingen die wij nog niet kennen. En de draai, ja, ik weet niet meer hoe die heet, maar... En die vond ik altijd wel lastig en heb ik nog goed geoefend net. Je moet proberen om in één keer naar het doel te laten rollen en dan te slaan. Loopt er nog een beetje talent rond hier? Zeker weten. Sowieso was het mooi om te zien dat de inzet enorm was. En ook echt wel een paar mensen die heel snel dingen oppakten. Nou, ik heb wel wat goede hockeysters en hockeyers ook. Want er waren ook jongens die meededen vandaag. Die zitten er zeker wel tussen. Maar jongens, jullie moeten ook goed blijven oefenen. Hè? Doen jullie dat? Ja! En wie goed oefent, ziet ook meteen een mooie toekomst voor zich. Ja, ook bij Laren lijkt me heel cool. En in het Nederlands elftal. En dan ook in het Olympisch team te komen. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Hop! Ho! Ho! Oh!